En moest gewoon vroeg op. En daar ben ik echt al niet voor gemaakt. We zitten in de auto en ik heb het tas meegenomen. Ja, je hebt met sloffen erin en Chelsea. En ik heb zo geen zin vandaag. Had ik dat nou verteld dat die wekker ging vannacht? Maar ja. What else is there to do? Goedemorgen, het is vrijdag en moest gewoon vroeg op en daar ben ik echt al niet voor gemaakt en nu helemaal met die lockdown helemaal niet meer. Maar we zijn op tijd wakker, ik eet nog even snel mandarijn, ik wil een kiwi eten, heeft Marco gisteren de kiwis opgegeten. Ik wil de kiwi cold en de kiwi cream is nog niet rijp. Dus ja, heel boeiend verhaal, maar ik ben helemaal zielig dat ik mijn kiwi niet heb. Zo is denk ik ook bijna klaar. Heb jij eten bijna op? Ja. Oké, dan kunnen we daarna gaan. We zitten in de auto en ik heb het tas meegenomen. Ja, je hebt met sloffen erin en Chelsea. Want dat heb je zo nodig bij de fysio. Ik heb je tablet mee, zodat je je schoolwerk kan doen. Ja. Dat vond ik wel heel handig. Oh, de ruit gaat weer helemaal in slaap. Ja. Even de blower aanzetten. Ik kan het gelukkig nog zien. Oh, als we boren altijd. Nou, dat is iets overdreven. Deed zo pijn de fysio vandaag. Mijn huid deed gewoon pijn met alles. En hij zei ook, alles lijkt op hoogspanning te staan op de een of andere manier. Al had ik dat zelf nog niet van tevoren ervaren. Oh, hij tikt weer. Zo, is denk beter. En nu... Mama, hij gaat weer op de... Ja, hij gaat wiebelen. Soms blijft de camera perfect staan, soms doet hij een beetje raar. Via onze weg? Ja, is goed. Kijk, een wolf! Ja, daar lijkt het een beetje op, hè? Ja, alleen de ogen zijn heel anders. Dat was een mooie hond, hè? Ja, alleen zijn de ogen heel anders. Ja. Die hebben weer echt het wol, echt bij de het huid. Ja. Maar goed, we zijn nu onderweg naar mijn moeder. Daar doen we even een bakje, want we zijn toch in de buurt. En dan gaan we daarna naar huis. Zij heeft al een gedeelte van het schoolwerk gedaan. Bij de fysio, dus dat scheelt. Dus thuis alleen nog even een klein stukje dan, hè? Mama, wij hebben hem meegenomen. Tablet, jawel, zit in mijn tas. Zijn we thuis? Het zonnetje schijnt trouwens lekker, maar het is echt koud. Zij gaat nu de schoolwerk pakken. Die moet nog wat dingetjes. En dan is ze klaar voor de week. En ik moet zo even naar de was en zo. En ik heb zo geen zin vandaag. Had ik dat nou verteld dat die wekker ging vannacht? Volgens mij wel. Maar ik had het ook met mijn moeder over, dus het kan ook dat ik het alleen haar verteld heb. Maar echt, ze had de wekker op de tablet gezet. En die ging dus midden in de nacht. En toen werd ik dus boos op Marco, maar Marco kon helemaal niks aan doen. Maar ja, ik verwachtte niet dat Sarah de tablet mee had genomen naar bed. En onder de kussen had liggen en dat die midden in de nacht af zou gaan. Top. Sarah is ondertussen het laatste stukje van de schoolwerk aan het doen. Nog wat op de tablet. Maar al het papierwerk is nu af. En ik ben brood aan het roosteren. Die zou er elk moment uit moeten komen. Want ik heb echt even honger. En ik heb te veel honger om tot het avondeten te wachten. Ik ben zo blij dat hier nou weekend is. En even 2 dagen geen homeschool. Want echt, ik word er echt met de dag minder vrolijk van. Zo, mijn ra zit er vandaag niet. Maar goed, en ik heb het koud vandaag en ik ben moe en ik heb een enorme zeurbaaldag. En dat worden steeds meer, dus ik moet echt even dingen gaan verzinnen. Dus ik ga even kijken wat we morgen kunnen doen, of we even de deur uit kunnen of iets leuks. Maar ja, slecht weer, koud. Prima. Niks open. En inspiratieloos. En het worden echt zo de grootste zeurvlogs. Maar ik hoop echt dat tegen de tijd dat alles weer normaal kan, dat het allemaal een stuk leuker wordt voor iedereen. En dat ik ook gewoon veel meer leuks kan laten zien. Ja hoor. Dus ik ga niet wachten. Zelfs dat ik dan vroeg moet opstaan voor school. Dat overleef ik dan nog weer. Dat heb ik er graag voor over. We hebben net gegeten en opgeruimd.
Sarah die is zich nu aan het afdrogen, die heeft net gedoucht. Mark heeft ook gedoucht, dus die is zich aan het aankleden. Ik ga vast thee zetten. En dan als Sarah zo klaar is, dan is mijn thee ook klaar. Dan kan ik even snel wat rusten zeggen. Oh, ik ben echt niet op mijn beste energie vandaag. Het is nog heet. Voor opa. Die is nog te warm om in de vriezer te gaan. Nou, kook! We've got food! Ik heb net al snel geëdit en we gaan nu The Walking Dead kijken. En dan gaan we best wel snel denk ik doorheen, aangezien we natuurlijk niks meer kunnen. Vanaf morgen is het gewoon avondklok. Ik vind dat zo'n bizar verhaal worden. Dus dat wordt nog meer tv. Jee. Ik ben het echt zo zat naar de tv staren, maar ja. What else is there to do? Het is tijd om weer naar bed te gaan. Dus ik ga mijn make-up er even afhalen, mijn gezicht wassen, tanden poetsen. En dan lekker slapen. En morgen lekker weekend. Ze heeft nog één werkje van school wat ze echt moet doen. Maar ik was er vandaag even klaar mee. Ik denk, nou, ga maar lekker even buiten spelen. Dus met Mila buiten gaan spelen. En toen had ik echt zoiets van even gewoon die 3 kwartier rust. Even geen druk en school. En dan doen we die morgen wel. En dan verder gewoon even vrij. Van al die werkjes, het geeft toch echt wel een hele hoop druk. Dus ja, ik snap ook waar ook andere ouders over zeuren. Want ik ken het. Nou, ik ben lekker bezig. Ik ben weer aan het uitsmeren en het eraf halen. Zo. Dat is wel iets beter. Gezicht wassen, tandjes poetst. Ik ga lekker mijn bed in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je onder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.